Ja, beste Hagenaren en Hagenezen, u vraagt zich natuurlijk wel eens af, wat gebeurt er nou met ons belastinggeld? Nou, dat kunnen wij u vertellen. Uw belastinggeld wordt onder andere door de gemeente Den Haag uitgegeven aan bestratingswerkzaamheden, zoals hier rondom het stadhuis. Nou, hier lagen zwarte tegels, die werden heel erg glad als het regende, dus is er besloten om hier nieuwe natuursteen tegels aan te brengen. Nou, de kosten daarvan, hou u vast, 3,8 miljoen was de eerste prognose die we kregen. Nou, als je nu kijkt, dan zou je zeggen, voor dat geld ligt daar natuurlijk prachtig, mooi, egaal tegelbed. Maar nee, er zit enorm veel kleurverschil in. Maar dat is nog niet alles. Toen kregen we bericht van de gemeente dat de kosten gingen uitlopen van 3,8 miljoen naar maar liefst 5 miljoen. 5 miljoen voor een paar tegels. Want er waren in de ondergrond waren er lekkages geconstateerd. En dan denkt u, dan zijn we er? Nee, dan zijn we er nog niet. Want toen kwam er afgelopen april een nieuw bericht van wethouder Barker in dit geval. Die zei, ja sorry, maar we hebben nog meer lekkages geconstateerd bij de garage. Dus er moeten nog meer kosten tegenaan. Kortom, de totale kosten van deze tegels bedragen nu, hou u vast, 8,3 miljoen euro. Laat het even bezinken, 8,3 miljoen euro. En dan denkt u natuurlijk, nou, dan mag je een prachtig tegelverhaal verwachten. Maar als we nou eens gaan kijken hoe die tegels hier worden aangelegd. Er zitten hier niet eens voegen tussen. Dat betekent dus dat het heel veel vuil aantrekt. Nou, je ziet aan het aantal sigarettenpeuken wat een slordig geheel het is. En dit hele stuk tot aan dat witte kunstwerk is niet gevoegd. Voor 8,3 miljoen euro. Nou, u kent Hart voor Den Haag als een kritische partij met een scherp oog. En wij gaan hier natuurlijk raadsvragen over stellen aan de betreffende wethouder.